Hele goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben helemaal gesloopt. Ik ben gisteren tot laat in de nacht wakker gebleven. En nu moet ik Nesim naar de airport brengen. Dus even koffie voor ons aan het halen. Maar mijn lippen zijn bijna genezen. En ik heb nu alleen lippenbalsem op. Ik heb nog een beetje koortslip. Lekker Nesim. Zo, ik heb Nesim afgezet bij de airport. En ik ga even mijn katten kammen. Mag ik ook kammen? Lekker buiten, hè? Zoveel haaruitval altijd. Oh, dat vindt Lira heerlijk. Kom, Dina. Oh, lekker zeg. Jij hebt echt het meeste haaruitval. Je dikke vacht. Nou, Dina gaat er helemaal voor zitten, hoor. Kijk wat van Dina is afgekomen. Niet normaal. Dina. Balletje. Ik had het een keer gezien met Masha dat je daar zo'n balletje van ging maken. Net haar kat het helemaal geweldig vond. Kijken of het bij mij ook werkt. Hier. Oh, ik kom net uit de douche. En ik heb mijn haren gedaan. Ik lijk echt op een spoeltje nu. Ik heb echt heel lang mijn haar weer niet gedaan. En ik snap eigenlijk niet waarom ik het telkens niet doen, maar ik vind het eigenlijk veel beter, want ik merk gewoon dat mijn haarstructuur gewoon op dit moment veel beter is. En ik denk dat het ook beter is dat ik het eigenlijk niet zo vaak doe, want ik veur natuurlijk mijn haar ook gelijk. En dat doe ik nou gewoon niet meer, dus ik merk gewoon gelijk dat mijn haar verbetert. En ik heb ook een beetje een nieuwe haarroutine met nieuwe producten, die ga ik binnenkort ook met jullie delen. Maar ik denk dat ik mezelf even vandaag wel een beetje ga fascineren. Want ik loop er echt al weken bij als zombie. Zonder make-up en met een dikke koortslip. Vandaag even niet. Dus ben ik echt zo blij met mijn lippen. Iedereen schrok toen ik zei dat ik een liptattoo wou. Maar zoals jullie zien is het echt super natuurlijk. Het is alleen maar bedoeld dat je een klein naturel lijntje om je lip heen ziet. Dus ik ben er echt zo blij mee. Anders zag je gewoon... Ik ben gewoon heel erg bleek en mijn lippen zijn heel erg licht. Ik heb weinig pigment in mijn lip. En dat was gewoon één groot vlak. En nu heb ik tenminste een beetje een kleur in mijn lip. Ik heb er ook echt totaal geen spijt van. Ik ben echt happy dat ik het heb gedaan. Zo, eindelijk weer een beetje lekker make-uppen. Ik heb hier vandaag echt zin in. Dat ik dus echt een enorme koortslip had, had ik echt geen zin om me helemaal op te maken. En moeite wezen en zo. Ik zag er echt uit als een holbewoner. Maar vandaag gaan we wel voor een mooie look. Zo, ik heb een bronzer op gedaan. Dus er zit nu tenminste een beetje van kleur op mijn gezicht. Dat scheelt al heel veel bij mij. Ik was even mijn mascara aan het doen. En ik merk nu... ondanks mijn wimpers nog best wel kort zijn, hoe erg mijn wimpers al zijn gegroeid in de afgelopen maand. Niet normaal. Ik ga ze echt laten groeien. En ik ga vandaag weer even voor de verandering lipgloss opdoen van Fenty Beauty. Zo. Ik voel me gelijk... helemaal anders. Nog even kijken wat ik aan ga doen. Ik weet wel ongeveer wat ik aan wil doen vandaag. Want ik had echt een tijdje geleden een heel mooi jasje gekocht van de Zara. En het wordt vandaag 25 graden. Zeg maar zo'n spijkerjakje in het wit. Maar dan over je kont heen, zeg maar. Dus ik kan je echt als een jurkje dragen. Dus ik denk dat ik dat vandaag ga aandoen. En ik ga dus straks, tenminste daar ben ik van plan. Ik heb nog geen duidelijke appje gekregen wat doorgaat. Om richting Twente te gaan. Om even langs oude vriendinnen te gaan. En daar gewoon even te gaan chillen. Want Nesim, zoals jullie weten, vandaag naar Albufeira weer toe. Ik ben vandaag alleen. En vind ik het altijd wel echt leuk om die kant op te gaan. Dus als ik een appje krijg met dat ze kunnen. Dan ga ik me zo omkleden. En dan ga ik richting Apeldoorn. Ik heb daar echt heel veel zin in. Zo, even snelle lunch voordat ik ga vertrekken. Ik heb lekker kaas, olijven en tomaten met olijfolie, zout en peper. En wat ik dus heb ontdekt, ik ben van olijfolie veranderd naar extra virgin. Ik had eerst de normale. En ik wist dus niet dat olijfolie laxerend werkte, want dat heb ik gevoeld. Ik heb me omgekleed en ik heb even besloten om niet meer naar Twente te gaan. Ik had er wel echt heel veel zin in, moet ik zeggen. Maar het is inmiddels al 2:30 en voordat ik daar ben is het al zo'n 4 uur of zo. Dus het heeft niet zoveel zin. Want ik kan dan even eten en dan moet ik weer een pokken en terugrijden. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dus ik ga gewoon even richting Rotterdam. Ik ben echt zo blij met mijn haar vandaag. I love it. Een Zara vestje aan. Het is zo'n crop jasje, zeg maar. Met mijn Zara jurkje. Deze heb ik in verschillende kleuren. En deze zit echt super fijn. Deze jurk echt altijd zo mooi zit. Dus ik heb hem echt in alle kleuren gekocht. En ik heb mijn nieuwe loafers aan. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar dit zijn mijn nieuwe loafers. En ik ben hier zo blij mee. Ik wil deze echt al zo lang. Maar ik twijfelde ten eerste over de kleur. En ten tweede over het model. Mijn auto niet eens vinden. Nee, maar waarom ik twijfelde. Ik krijg dus best wel snel zweetvoeten. En met open schoenen. Zeg maar vooral bij slippers en loafers en zo. Dan creëert het echt zo'n geluid als je gaat lopen, toch? Dus vandaar dat ik een beetje twijfelde. Maar ik ben er echt heel erg blij mee dat ik ze toch heb gehaald. En ik vind deze kleur ook echt super mooi. En ik heb ze nog weinig gezien. Tenminste, deze loafers zie je echt letterlijk overal. Maar in deze kleur heb ik het nog niet zo vaak voorbij zien komen. Dus ik ben er nu extra blij mee. Trouwens, ik heb gisteren voor de eerste keer in mijn leven even raam dicht. Een notebook gekeken. Iedereen zei altijd tegen mij van, oh, dat is echt een heel goede film. En heel veel meiden die ik ken, die zeiden altijd dat het hun lievelingsfilm was. En hij is nu toevallig op Netflix, de Notebook. Dus ik heb hem gisteren even gekeken. Want ik was volgens mij nog de enige die het niet had gekeken. Maar ik vond hem eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik vond het wel een leuk verhaaltje of zo, maar ik vond het niet zo heel erg boeiend. Ik bedoel, het is niet Titanic of zo, toch? Ja, ik weet niet hoor. Misschien dat nu sommige mensen kijken en denken van what the fuck, het is gewoon een supergoeie film. Maar ik vond het best wel meevallen eigenlijk. Maar wel een leuke film. Ik heb hem wel gewoon helemaal afgekeken, dus dat is echt al genoeg. Oh, ik ben nu bij de Mac om een cappuccino te halen. Daarna ga ik naar Honnie, want wij gaan samen naar Leerdam. Naar haar familie toe. En altijd als ik bij Hon ben, dan komt een van haar nichtjes of zo daar. En dan is het gewoon altijd super gezellig. Ik heb echt een enorme klik met Hon en sowieso haar familie. En nou ja, dus Hon komt mee en dan gaan we lekker naar Leerdam. Ik ben nu bij Honnie en de bedoeling was dat we gelijk gingen vertrekken. Maar mijn vrouwtje zat daar nog op de stoel, want ze ging Love Island afkijken. En nu moet ik dus wachten tot ze klaar is met douchen. En haar haren heeft gedaan, een outfit heeft gezocht en haar make-up heeft gedaan. En ik ben nu echt boos, omdat ik gewoon weet dat ze gewoon alleen maar Love Island aan het kijken was. Zo irritant. Sinds ze Love Island heeft ontdekt, is ze echt gewoon verslaafd. En het ergste van allemaal, er is nu een nieuw seizoen van UK. En ik vind die ook echt super top. Ik ben eraan begonnen. Maar ik ben al maar bij aflevering 3 of zo. En sinds zij het heeft ontdekt, is zij nu al bij aflevering... Welke aflevering ben jij? 7. Dit bedoel ik. In 1 dag, jongens. Wij gaan eerst even eten en ik ben weer even naar de Turk gereden hier. Bij Harbour Club heb je dus een Turk aan het water. Ik vind het echt heel erg relaxed om te zitten. Dus gaan we lekker even een theetje drinken en lekker even wat eten. En we konden haar... We hebben net haar nicht gebeld, maar ze nam nog niet op. Dus ik hoop wel dat ze straks opneemt. Dan kunnen we lekker gezellig naar Leerdam met z'n tweetjes. Hoe mooi het hier is. Maar we kunnen hier niet eten, want we zijn aan het verbouwen. Kijk hoe gezellig het eruit ziet. Zo cute. Een lekker theetje besteld. Ik heb Afghaanse thee besteld. Ik moet nog even intrekken en dan ga ik hem lekker inschenken. Dit is er. Ik wist niet dat ze hier salades hadden, maar ik heb dus een salade met kipkebab. En we hebben hier lekker spinazie en aubergine. Jongens, kijk één keer daar op de achtergrond. Er is daar echt een megabrand, denk ik, of zo. Het ziet er echt niet goed uit. Even naar huis gekomen om mijn katjes eten te geven. Dina, heb jij honger? Lira is meteen naar buiten gegaan. Hé, schatje. Gewoon eens even kolen halen voor ons van de Albert Heijn. Maar ik ben mijn bril kwijt. Dus ik ben even naar de auto aan het lopen hier. Om te kijken of mijn zonnebril daarin zit. Zonnebril gevonden in de auto. Nu even snel naar Honnie toe. Nou jongens, ik kan Hon zijn in het gezellige Leerdam aangekomen. Woe, welkom home hè Hon? Ja, mijn geboortedorp. Nou jongens, wij zijn dus in Leerdam aangekomen. Het is echt zo lekker weer, niet normaal. We gaan even naar het nichtje van Honnie. Ik hoop dat Mimi thuis is. Is het thuis? Ja, het is thuis. Oh, superleuk. We gaan even lekker chillen hier. Dat is een beetje de planning. Een ijsje. Ja. Hij is zo schattig kijken. Ik wil ook... Jongens, wij gaan lekker op stap. Ik ben hier met mijn maatje. Hi. Hallo. Heb je het gevochten met je zusje? Hij heeft echt scheid aan de... Oh. Heb je het gevochten met Mimi? Doet dat pijn? Doet dat pijn? Smenna gaat lekker een chocoladetaart maken van ons. Ja. Uit dit pakket. Mama! Waar is ze, joh? Mama! Ik dacht ook al, want hier ziet er heel anders uit. Maar er moet dus nog een topping gemaakt worden. Ja. Dan moet je dit mixen met slagroom, hè? Ja. Ik ben echt benieuwd. Oké, wij gaan nu even naar de snackbar hier tegenover. Waar dus blijkbaar alleen met de auto kan komen. Dus moeten we weer even heen. Nee, je kan ook lopen, maar als je eten koud. Oh ja, we gaan frikadellen halen. Lekker. Kan ik wel die kant op? Nee, die kant op. Lekker frikadellen halen, jongen. Ik heb er zin in. Oh, lekker frikadellen met mayo en uitje. Want ik ben nog steeds bezig met het keto-dieet. Lekker. Lekker, die. Zo, ik ben net thuis. Ik ben helemaal geslopen. Het is echt vet laat. We zijn dus van Leerdam. Zijn we nog naar Honnie gegaan. Toen hebben we nog Love Island gekeken. En ik ben nu pas thuis. Ik ga snel even mijn gezicht wassen en mijn pyjama aandoen. En dan gewoon gauw naar bed. Ik ga even lekker met mijn katjes knuffelen. En heerlijk slapen. En dan kom morgen weer Nesim terug. Ik zie jullie morgen weer. Doei!